Hey kijkers van Theorie Foutloos. Goed dat je weer bent. Wij, Theorie Foutloos, bereiden jou voor op het CBR theorieexamen. Dit doen wij met onze online videocursus op onze website en onze video's op YouTube. Joy gaat jullie vandaag helpen. Veel succes. Vraag 1. Gelijk en leuke. Wat betekent de gele markering op het wegdek? Betekent het slecht wegdek of een tijdelijke markering? Het antwoord is tijdelijke markering. Gele markeringen op de weg zijn tijdelijk. Er wordt waarschijnlijk aan de weg gewerkt. Er zijn gele markeringen op de weg. Moet je deze markeringen volgen? Ja zeker, de witte lijnen zijn niet meer relevant. De gele lijnen moeten gevolgd worden. Aan welke kant van de weg staan de rode reflectoren? Rechts of links? Wat denk je? De rode reflectoren staan aan de rechterkant van de weg. Rode reflectoren, rechterkant van de weg. Zo kan je het makkelijk onthouden. Hey jij daar, houd je aandacht erbij, hè? Dit waren de eerste drie examenvragen van onze video. Ik hoop dat je het goed kan volgen. Heb je vragen? Stel ze dan zeker in de reacties. We zullen er zo snel mogelijk op antwoorden. We zouden dat zeker waarderen als je de video even like. En op ons kanaal abonneert. Dan kan je verder dit soort examenvragen maken. Aan het einde van de video wil ik je nog wat vertellen. Dus tot zo. Welke snelheid is stapvoets rijden? Dit hebben we laatst ook nog in onze video besproken. Heb je de vorige video's nog niet bekeken? Doe dit dan zeker. Terug naar de vraag, weet jij het antwoord? Het antwoord is 15 km per uur. In bijvoorbeeld een erf moet je stapvoets rijden. Een bord met een schuine auto afgebeeld. Weet jij wat dit bord betekent? Dit bord waarschuwt je voor een ongeval. Verminder je snelheid een beetje en let vooral heel erg goed op, want het kan zomaar dat je ineens hard moet remmen. Dit is een moeilijke vraag. De meeste mensen zullen deze vraag fout hebben. De vraag is, bij welk bord moet je voetgangers voor laten gaan? Is het bij bord 1, bord 2 of bij bord 1 en 2? Het antwoord is bij beide borden. Bij beide borden moet je, als er voetgangers zijn, de voetgangers voor laten gaan. De volgende vraag is belangrijk: dit verschil moet je weten. Bij welk bord ben je verplicht om rechtdoor te rijden? Dit is alleen verplicht bij bord 1. Bord 1 geeft de verplichte rijrichting aan. Bij bord 2 mag je ook rechtsaf of linksaf als deze mogelijkheid er is. Hey, daar ben ik weer. We zijn bijna bij de laatste vraag. Zorg zeker dat je onze online videocursus bekijkt als je goed voorbereid het examen in wilt gaan. In de cursus leer je alles wat je moet weten voor het CBR-theorie-examen, zodat jij slaagt voor je autotheorie. Slaag je niet voor je examen? Krijg je direct je geld teruggestort? Je hebt dus niets te verliezen. Ik zie je bij de cursus. Waar moet je een bus de mogelijkheid geven om van een bushalte weg te rijden? Binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom of binnen en buiten de bebouwde kom? Het antwoord is 1. Alleen binnen de bebouwde kom. Als een bus bij een bushalte weg wilt rijden, moet je de bus dus binnen de bebouwde kom voor laten gaan. Dit is een leuke vraag. Wie denk jij dat er als eerst mag? De ruiter of de rode auto? Het antwoord is de Ruiter. De Ruiter is een bestuurder. En de regel op een gelijkwaardig kruispunt geldt dat alle bestuurders van rechts voorrang hebben en als eerst mogen. Dus de Ruiter mag als eerst. Hey, super bedankt voor het kijken naar onze video. We gaan ervan uit dat we samen weer een stap dichterbij het halen van het theorie-examen hebben gezet. We hopen je bij onze cursus te zien. Wil jij nog extra oefenen? Klik dan de link in de beschrijving en oefen gratis CBR-examenvragen. Hier nog kort even al onze voordelen op een rij. We hebben een super hoog slagingspercentage, dus de kans dat jij slaagt is ook erg hoog. Slaag je toch niet, krijg je direct je geld teruggestort. Je hebt dus niks te verliezen. Krijg individuele ondersteuning van onze experts op theoriegebied. En je kunt onze cursus al kopen van 1495. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij de cursus te zien. Tot daar!